Ik ben hier dus bij PH om iets uit te reiken. Dat is dus in het kader van het initiatief dat PH heeft genomen om te starten met framevoetbal. Dat is weer een van de nieuwe vormen binnen de KNVB wat betreft passend voetbal. We kennen heel veel vormen, maar framevoetbal is eigenlijk de laatste tak die nu een beetje echt in ontwikkeling komt. Wat is framevoetbal en wat zijn de spelregels? Framevoetbal wordt gespeeld met een frame, door voetballers die niet zonder hulpmiddelen kunnen lopen. Zojuist heeft Aarten Brunnekreeft van de KNVB jou een cheque overhandigd van ruim 6000 euro. Waarom kreeg je die? Die hebben we gekregen omdat wij het framevoetbal gaan faciliteren hier in de regio voor kinderen met een loopbeperking. Die kunnen zich bij ons aanmelden op zaterdagmorgen om te trainen. Fried Lubbers is daar de trainer van. En dan kunnen we wel zien wat er dan gebeurt. Het speelveld is flexibel qua grootte, afhankelijk van het aantal spelers, leeftijd en niveau. Op basis daarvan wordt gespeeld met 2 tegen 2, 3 tegen 3 of 4 tegen 4. Ook de speeltijd wordt hierop aangepast. Je kunt spelen in 2 helften of in 4 kwarten om extra rust te nemen. Het doel is kleiner dan een regulier doel. Er wordt gespeeld met een lichte zaalvoetbal die bijna niet stuitert. Alle frames moeten 4 wielen hebben. De ondergrond is bij voorkeur hard of egaal, bijvoorbeeld kunstgras of in de zaal. Contact tussen frame en bal is toegestaan. Spelers spelen de bal met hun voeten. En er is geen buitenspel. Als je achter je kijkt, dan is het de helling die nodig aan onderhoud toe is. Is daar het geld ook onder andere voor bestemd? Het meeste geld, iets van 4.500 euro, pak weg. Hij wordt nog gekoord, gezand, gestraald, alles wordt er nog meer gedaan. En dat die anti-slip is, zodat de mensen daar fatsoenlijk naar omhoog kunnen. Want als je bij ons om de hoek ging, dan zat er een kuil in waar je gewoon met een rolstoel bijna niet omhoog kwam. Maar dat is nog allemaal bijgewerkt. En de 2000 euro die er dan nog over is? Nou, dat kan ik je zo laten zien. We hebben hier de invalide toilet, we hebben hier een scheidsrechterskleedkamer, we hebben een andere kleedkamer, die hebben allemaal anti-slip gemaakt. En speciaal ook voor de dingen oprit, rijplaten, hebben we hier voor de invalide toilet en de scheidsrechter en de ballen ook voor die mensen allemaal gemaakt. En nogmaals, ik wens PH hier heel veel succes mee. Dankjewel. Want het is een ongelooflijk belangrijk initiatief. En ik hoop dat we nog met de KNVB voldoende ondersteuning kunnen geven dat jullie dit volledig van de grond krijgen. Meer weten over framevoetbal of de andere aangepaste voetbalvormen? Ga naar knvb.nl/passendvoetbal.